vaccins voor COVID-19. Ik ga het hebben over wat zijn we aan het doen om COVID-19 of de infectie van SARS-CoV-2 te voorkomen. Mocht dit de eerste keer zijn dat je mijn video ziet, kijk het vorige filmpje. Hier is de link naar het filmpje wat de infectie verklaart, hoe we ziek worden. Dus ik las vanochtend 21 maart 2020 in de krant dat er allerlei verschillende bedrijven of instituten bezig zijn met vaccins voor COVID-19. En ik las dat zo en ik dacht, hey, wat interessant. En hier komt een hoop examenstof voor 6 VWO, maar ook voor 5 HAVO komt daarin terug. Dus ik heb dat op een rij gezet. Er zijn drie instituten of bedrijven die hiermee bezig zijn. CureVac in Duitsland en Moderna in Massachusetts in de Verenigde Staten. Die doen dit allemaal, die proberen met behulp van mRNA proberen die een medicijn te ontwikkelen. Wat hebben die gedaan? Die hebben mRNA ontwikkeld, wat codeert voor spike. En spike is het antigeen wat op het virusdeeltje zit, het virus wat COVID-19 veroorzaakt, dus dat SARS-CoV-2. Dat spike, dat is hetgeen wat zorgt dat het virus kan aanhechten op de cel, de longepithelcel. Ja. Dat spike is nodig voor dat virus om een infectie te veroorzaken. Dus dat mRNA, dat codeert voor spike. En dat mRNA, dat wil Moderna en CureVac, wil dat binnenbrengen in onze cellen. Dit zijn onze cellen, moeten dit aangeven. En wat gaan onze cellen dan hopelijk doen? Die cellen die gaan, zoals je hopelijk dat nu inmiddels weet, die gaan van dat mRNA met behulp van ribosomen een eiwit maken. En dat eiwit dat stoot deze lichaams eigen cel uit. En dat is die spike-eiwit. Dat spike-eiwit dat is lichaamsvreemd. En dat wordt hopelijk herkend door het afweersysteem. Ja, B-cellen of plasmacellen. Die gaan antistoffen maken die binden met dat spike. En daardoor is dat spike onwerkzaam geworden. Dat doen ze natuurlijk met dat spike wat geproduceerd wordt door onze eigen lichaamcellen. Maar dat wordt hopelijk dan ook gedaan voor die spikes die nog aan het virus vastzitten. En daarmee voorkomen deze antistofmoleculen dat dat spike kan binden met die ACE2 receptor. En dus onze longepithelcellen binnen kan komen. En dus dan worden we niet ziek. Het voordeel van het afweersysteem is natuurlijk als ze één keer dat spike gezien hebben, dan wordt het herkend, dan wordt het opgeslagen in immuuncellen, in geheugencellen voor een volgende infectie en dan ben je dus immuun. Dus mocht dit werken, dan wordt die antistof gemaakt en dan ben je immuun voor overal waar deze spike op zit, wat dus herkend wordt als antigeen. Een mogelijk probleem wat ik zie, waar ze waarschijnlijk wel mee bezig zijn, is dat mRNA, dat moet je in die cel krijgen. Ja, dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet met een pil, dat moet met een injectie, maar dat injectie die komt natuurlijk in je bloedbaan terecht. Hoe komt dit mRNA in jouw cellen terecht? Dat is wel een grote vraag. Een medewerker, Jennifer, ik ben haar naam even kwijt, die je hier ziet, zij krijgt als eerste dat vaccin toegediend. Dat is dus dat mRNA 1273 heeft als code gekregen. En zij krijgt dat als eerste nu toegediend en we gaan dus kijken wat gebeurt er met haar. Gaat zij daadwerkelijk antistoffen maken? Goed, tweede, Oxford. Oxford is bezig met hetzelfde systeem, maar een andere route. Zij willen ook dat onze eigen lichaamcellen dat spike gaan maken, maar zij doen dat via een andere route. Niet om het mRNA binnen te brengen, maar om het DNA in die cel binnen te brengen. Dat doen ze met een virus. Dat is misschien wel een leuke gedachte, hè? Dat je het ene virus gebruikt om het andere virusinfectie op te lossen. Een adenovirus. In het adenovirus zit dubbelstrengs DNA. Dat DNA dat hebben wij daarin gebracht. Nou, niet jij en ik, maar de mensen natuurlijk van Oxford University. Dat DNA, virus, dat hecht zich aan een lichaamscel van ons. Dat brengt dat DNA in het DNA van onze eigen cellen. Dus dat DNA wordt geïntegreerd in onze cellen. Dus daarmee zorgen we dat ons eigen DNA van deze cel wordt aangepast. Daarmee wordt mRNA
gevormd. Ja, dus de code van die DNA wordt gebruikt om mRNA te vormen. Dat produceert weer dat eiwit. En dat eiwit, dat is dan weer dat spike. En dan krijgen we dat hele riedeltje met het afweersysteem weer. Dus dit is een ander, hè? Dat is een andere manier om toch onze eigen lichaamcellen aan het werk te zetten om dat spike te produceren. Expression, dat is een Deens bedrijf en Universiteit van Wageningen, die hebben een andere aanpak. Die zijn met behulp van insectencellen in 2000 liter vaten, ook genetisch gemodificeerde insectencellen, die produceren dat spike zelf. Dus die insectencellen, daar hebben we het DNA van aangepast. Eigenlijk zoals dit idee, hè, met behulp van een vector, met een adenovirus. Die insectencellen maken spike. Dat spike dat isoleren we uit die 2000 liter vaten. En dat kunnen we vaccineren in de bloedbaan. En dan hopen we natuurlijk ook weer dat het afweersysteem dat ziet als lichaamvreemd en antistof gaat produceren en geheugencellen gaat maken om die antistofproductie op te slaan. Dat zijn drie verschillende methodes waarin dus dat hele DNA-eiwitsyntheseproces wordt gebruikt. Dan zijn er misschien ook nog geneesmiddelen en daar is een hoop humbo jumbo, dat is een hoop hekserij, kan je daar op het internet vinden. Twee zaken die mij opvallen, vitamine C en vitamine D. Ja, wordt gezegd dat je heel veel moet slikken. Nou, vitamine D is op zich is verklaarbaar, want bij vitamine D deficiëntie krijg je afweersysteemproblemen. En bij een deficiëntie van vitamine D kan je dus krijg je verhoogde virusinfectiegraad. Dat wil niet het tegenovergestelde betekenen. Dat wil niet zeggen, daarom heb ik hier een vraagteken staan, is het dan zo dat bij meer vitamine C dat je een veel beter afweersysteem krijgt? Dat is helemaal niet zo. Dat is in ieder geval niet wetenschappelijk aangetoond. Dat bij een verhoogd vitamine D gehalte, dus meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, dat je afweersysteem nog beter gaat draaien. Ja, het tegenovergestelde wil dus wel zeggen, als je te weinig hebt, dan doet je afweersysteem niet wat het moet doen. Maar dat is één maar. En vitamine C, ook mijn moeder die heeft laten weten dat veel vitamine C, want dat is goed voor je afweersysteem. Nou, daar is geen wetenschappelijk bewijs ook voor. Er zijn veel studies gedaan naar een verhoogd vitamine C gehalte. Maar zelfs de gewone griep of een verkoudheid kan je er niet mee, weghouden. Het enige wat aan de hand lijkt te zijn bij vitamine C, is dat er zijn een paar onderzoeken bekend bij hele kleine samplegroepen, dus bij minder dan 10 of 20 patiënten, waarin het intraveneus toedienen van extreem hoge dosissen van vitamine C, die leiden tot vermindering van de symptomen van die virusinfectie. Wat wil dat zeggen? Nou, intraveneus, dus je moet die vitamine C moet je direct in de bloedbaan krijgen, omdat oraal toedienen van vitamine C, dan krijg je niet zodanig verhoogde concentratie in je bloedbaan dat helpt. Dit zijn ook geen zaken die je thuis kan doen, dus een extra vitamine C tablet slikken, dat maakt natuurlijk helemaal geen drol uit als vaccin voor het COVID-19. Tenminste, daar is de wetenschap het over eens. Leuk om dat DNA volgens mij voorbij te zien komen in deze situatie. Ik vind het heel interessant, hè? En ik hoop jullie ook, want het is examenstof, maar het is überhaupt, vind ik, interessant. Ja, waarin de toepassing van onze kennis kunnen we direct om ons heen zien. Vind je dit leuk? Ja, laat het weten. Like of schrijf een comment. Vind je het niet leuk? Laat het me ook weten. Mag je ook beneden opschrijven. Ja, subscribe of kijk een van mijn andere filmpjes. Heel veel succes!